Ja, je programmeert ook oplossingen voor bedrijfsprocessen. En wat bedoel je daar eigenlijk mee? Nou, wat ik daarmee bedoel is dat wij dagelijks bezig zijn om ondernemersvragen te vertalen in een stukje software. En dat is wat ik ook het leuke vind aan het vak. Het programmeren zelf doe ik niet. Maar ik vind het heerlijk om met een ondernemer aan tafel te zitten, naar zijn proces te kijken, wat hij op dit moment hanteert voor zijn bedrijf, wat beter kan, hoe hij zijn bedrijf vooruit kan helpen. En dat dan ja, op één A4'tje het liefst te visualiseren van hey, welke stappen zou je kunnen zetten om vooruit te komen. Ja. En dat kan hem helpen door het uitnutten van de huidige software. Hè. Dus als iemand al gewoon redelijke software voorzien is, maar hij eigenlijk niet dat goed gebruikt, dan help ik hem daar graag in verder. Het aandragen van externe software en het daarvan helpen implementeren. Of eventueel software die we zelf ontwikkeld hebben in te zetten, of zelfs maatwerk software te gebruiken. Voor mij is dat ook een beetje het uitgangspunt dat die drie dingen in samenhang moeten zijn. Dus aan de voorkant probeer ik gewoon zo neutraal mogelijk de ondernemer daarin te helpen. Dus als iemand niet past bij een oplossing van onszelf, ja, dan kan ik hem er wel in stoppen. Maar dan aan het eind van de trein, dan van de reis, dan wordt hij er niet blij van. En is zijn onderneming er niet mee geholpen. En heb ik een ontevreden klant. Dus dat helpt toch niet. Dat is het laatste niet. Wat je wil. Ja. Dat is het laatste wat je wil. Daar wil je niet mee bezig zijn eigenlijk. Nee, precies. Nou, en die bedrijfsprocessen in kaart brengen en dat snel uit een ondernemer zuigen. Ja, dat is het mooie van mijn vak, zeg maar. Want over het algemeen weet die ondernemer aan het begin van het gesprek niet echt wat hij precies wil. Maar hij heeft iets wat anders moet. Het groeit in het gesprek. In het gesprek. Ja. En door je ervaring eigenlijk die je in de loop der jaren hebt opgedaan. Mm-hmm. Maar stiekemweg ook wel een beetje door de langzame weg, zeg ik altijd, die ik heb gedaan. MAVO, MTS, HTS. Dus ook gewoon vanaf de werkvloer dingen heb gezien. Mm-hmm. Snap je sneller wat een ondernemer beweegt of waar die tegenaan loopt. En daarom wil ik ook altijd graag, als ik dan bij zo'n ondernemer ben, gewoon eens door zijn tent lopen. Dus zien wat hij maakt en kijken welke bewegingen er zijn. En welke machines die heeft staan. Zodat je een beeld krijgt waar hij mee bezig is. En dan ook daar de essentie van zijn onderneming uithalen. Is het een modulaire software die jij hebt? Zodat je dingen kunt hergebruiken? Ja, we proberen bij de standaard oplossingen die je hebt modulair te werken. We zeggen altijd, we hebben de brains van de software. Daar waar stukken in zitten die we hergebruiken om bijvoorbeeld zaken uit te rekenen of bepaalde gedeeltes van andere software aan te spreken. Mm-hmm. Maar ja, je had altijd wel specifieke schermen voor klanten bestaan natuurlijk altijd. Oké. Nou, dankjewel. We gaan luisteren naar het volgende nummer alweer. Hier komen de Royal Scots Dragoon Guards met Abide With Me.